de takt en de regelmaat gehandhaafd. Dan gaan we eens even over weer terug naar de draf, dames. En dan gaan we geleidelijk aan terug naar de stap, want ook de stap is een wezenlijk onderdeel van het selectieproject. En dan zien we Borencio stappen met Emmelie Scholtens aan de lange zijde bij E, de 7-jarige Florencio-zoon. En hij kreeg een 9,5 voor de stap. En als we hem hier zien stappen, dan kunnen we ook zien waarom hij dat krijgt. Een paard met een hele ruime, actieve stap, glaszuiver daarin, heel gelaten, ontspannen. En dat is iets wat toch onder de omstandigheden zoals die vaak zijn in Verde, met toch spanning en een toch wat spannende entourage, niet voor alle paarden even makkelijk. En zeker paarden die toch van zichzelf heel veel energie en veel activiteit hebben, is dat heel moeilijk. En het aardige van Borencio is dat hij en die activiteit en die energie heeft in de draf en de galop, maar op het moment dat hij in de stap gaat, dan is hij volledig ontspannen en gelaten daarbij. Dan gaan we weer eens even aandraven. En dan gaan we eens wat zijgangen rijden. Deze paarden, ook Borencio, die is nu op het niveau van ZZ Licht. En op het WK voor 6-jarige paarden, dan wordt een enkelvoudig galopchargement gevraagd en alle zijgangen. En Emmelie, misschien wil je nog eens een paar mooie zijgangen laten zien met de Florencio-nakomeling. En dan zien we of hij nu rechtuit gaat of in de zijgang. Hij blijft in die takt in de rail gemaakt met heel veel techniek, veel schwung en veel lossigheid door de baan gaan. En we kunnen ook zien dat hij heel mooi stil in de aanleuning is. En dat is ook bij het WK jonge paarden van het allergrootste belang. Dat het paard niet alleen veel kwaliteiten heeft in zijn basisgangen, maar het gereden zijn, dat wordt heel sterk daarin meegenomen. Het paard moet in een goede dressuurhouding gaan, mooi in aanleuning. En met zijn hoofd op de juiste plaats in een goede balans. En daarbij zijn oefeningen ook goed laten zien. Ook Dinja van Liere kunnen we zien dat het paard in een hele mooie zelfhouding gaat. Goed intact in het appiëment. En dat werd afgelopen jaar nog niet gevraagd als 5-jarige. Maar ze is hem echt klaar aan het maken voor het voor komend jaar of voor dit jaar al. Om met de 6-jarige ook weer hoge ogen te gooien. Eerst in de selectie uiteraard. En dan vervolgens hopelijk op het WK. Dan gaan we naar de galop toe aangalopperen. De uitgestrekte draf van Borencio is uit het boekje. We kunnen zien dat die glaszuiver is, heel veel takt, achter super gesloten, mooie techniek in het voorbeen en een hele opwaartse manier van bewegen. En ook een hele mooie natuurlijke manier van draven daarbij. Duval's Capri Sonne kan niet alleen fantastisch draven, maar ook galopperen. Ja, Dinja, tijdens het changement proberen, want Dinja die wil volgend jaar of dit jaar op het WK weer goed meedoen. En rijd maar zijn changement zo, want dat is hij al behoorlijk goed in. Nu in die uitgestrekte galop zien we dat het paard ook fantastisch mooi in balans blijft. En mooi krachtig vanuit het achterbeen blijft galopperen en daarbij in een super goede zelfhouding door blijft springen. En wat misschien nog wel belangrijker is, dat het paard ook weer heel mooi terugkomt op het achterbeen. Schakelen, dat is echt een zeer goede kwaliteit van deze Rhodium nakomeling. Niezen, misschien kun jij nog eens even op een volte rijden. Kijk of dat je hem ietsjes met het neusje voor de loodlijn krijgt. De nek iets hoger houden, zo ja, dat hij zijn balans iets meer kan vinden. Goed zo, en dan ga je die voltes wat sluiten. En wat ook deze Johnson nakomeling heeft bijzonder veel aanleg om mooi te gaan sluiten. Zo, goed zo, ja, prima. En er weer rustig uit, rustig in die aanleiding, zo, ja, prima. Denise is zelf een succesvolle young rider Amazon en dit is de bedoeling dat ze met dit paard op termijn ook in de junioren mee gaat rijden. Wissel, even nagesprongen, maar Denise die voelt het al, doet zo nog maar een keer overnieuw. Emmelie, die rijdt met Borencio ook op een volte om geleidelijk aan naar een pirouette toe te werken. En ZZ Licht gaat ze starten met deze Florencio-zoon. En dan wordt er een arbeidspirouette gevraagd. En dan kun je ook zien dat het paard daar veel techniek en kwaliteit in heeft. En de wissel, die is alsof dat hij het nooit anders gedaan heeft en ook niet waar op het WK. Van een bijzonder goede kwaliteit. Hetzelfde ritme vanuit die galop zien we dus ook die wissel gemaakt worden. Dinja,
wil jij nog eens een keer een wissel rijden over de diagonaal, dat we daar ook even van kunnen genieten en alvast eens even kunnen zien of dat hij in aanmerking gaat komen voor dit jaar op het WK mee te gaan als 6-jarige. Goed gevoeld. Dinja is een top Amazone. We hebben als selectiecommissie en begeleidingscommissie genoten van alle Amazones die meedoen uiteraard. Maar Dinja was in de finale werkelijk een ijskonijn en heeft gewoon een topprestatie neergezet. Een hele mooie wissel, heel mooi in balans, met veel techniek. Mooi uit de schouder gesprongen. Heel goed. Denise, ook een hele goede wissel. Gaan we zo eens een overgang rijden naar de draf. Hele mooie uitgestrekte galop van Emmelie Scholtens. En aan het eind denk ik een wissel. Heel goed, Emmelie. Een overgang rijden naar de draf was niet helemaal naar je zin. Maar het maakt niet uit, het was een actief gesprongen wissel. In de draf nog een paar keer een diagonaal nemen, uitgestrekte draf rijden. Ja. De Nierzen gaan eens over de diagonaal als je wilt. Neusje mooi voor, houden iets lengte geven in de hals als kan. En rustig, rustig, want hij komt wel. Hij is zo super actief, klasse. Hele mooie uitgestrekte draf, de Nierzen. En Dinja dadelijk ook over de diagonaal een keer uitstrekken. We hebben Passival net zien uitstrekken, maar ik denk niet dat deze paarden er veel voor onder doen. Super Denise, heel mooi, mooi. Ook heel goed in de houding, heel goed. Dinja, klasse, heel veel techniek in het voorbeen. Iets meer nog, goed zo Dinja. Ik denk dat Emmelie er nog een schepje bovenop gaat doen. Kijk, die stijgt bijna op. Ja, en Emmelie is natuurlijk niet de eerste, de beste dames en heren, maar dat weten we allemaal aan. Meervoudig wereldkampioen met verschillende paarden. Topvrouw op het gebied van rijden van jonge paarden. En dat laat ze hier weer zien. Dat heeft ze vandaag ook al meerdere keren met verschillende paarden laten zien. Goed, dan gaan we geleidelijk aan over in start. Deze drie combinaties. Nou, even twee tellen stappen. En dan even in rust de baan uit. Want jullie mogen zo dadelijk nog even terugkomen. En dan kun je ze weer eventjes in volle actie tonen aan het publiek.